Welcome to the Cannes Lions Report. This is day one. What do you expect of the Lions? Cannes Lions today, I think a lot of happy people after last night winning some awards. Some really good sessions, some really interesting stuff, and then a lot of great parties tonight. We zijn met Cannes Breakfast. Het leukste ontbijtje in Cannes natuurlijk, hè? Ja. Ja, we staan de late kant, beginnen om 9 uur. De eerste zit hier ook sharp om 9 uur. Het zijn de mensen die wat langer zijn doorgehakt vannacht. Het wordt wel iedere dag erger. Er zijn sommigen die komen direct van de Gutterbar hier naartoe. Ja. Ja. Zonnebril op, rozeetje. Ja. What do you expect? I don't know. I'm not sure what to expect. I think it will be good. Depending on the queuing, you know, I think it will be good. Er zit geen zakelijke doelstelling achter dit hele feestje. Het is met name gewoon gezellig met z'n allen even leuk doen. Ah. En barbecuen. Maurice is een van de andere jongens. Dan, hij heeft hallo. Een sponsor shirt aan, geloof ik. Ja. Stukje branding in dat, voor dat formatie. Bij hem is er wel een zakelijk belang bij. Ja, precies. Het is in principe heel informeel. Het is gewoon leuk om in de namiddag om 3 uur rosé of cocktails of biertjes te drinken aan een zwembad. En dat hoeft niet met 1000 man. Dat kan ook met, nou ja, met 50 man zoals hier. En dat is erg gezellig en dat is ook heel goed volgens mij voor het uitwisselen van visitekaartjes en zo. Nice. En voor hamburgers en dat soort zaken. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Besef het nog niet, wat is er gebeurd eigenlijk? We zijn totaal verrast. Ik zat te sms'en of zo, en plots hoorden we onze naam. Dus totale verrassing eigenlijk. Is nu iedereen al uitgeschakeld? Ja, oké. Hé, leuk. Hé, hey, maar wat hebben jullie allemaal gewonnen? Vertel eens. 8 maal goud en Agency of the Year zojuist. Agency of the Year? Oh, sorry, Media Agency of the Year. Ja. Wat voor tips hebben jullie aan de kids die naar jullie kijken en denken zo van, dat is tof? Ik heb een hele goede tip. Vooral niet naar ons kijken. Gewoon heel fris blijven in je hoofd en niet naar ons kijken en niet doen wat wij gedaan hebben. Maar toch mogen alle goede Nederlandse talenten komen stage doen bij ons. Duval Guillaume, Modem, Antwerpen, Uitbreidingslaan. Gewoon eventjes bellen. Dank u, dag. Even snel de realiteit. Je gaat ook je sociaal leven moeten opofferen en dag en nacht werken, want dat moeten we hebben. Nog een leeuw erbij, jongens. Eindshot. Leeuw erbij. Yeah!